Welkom bij dit blok van passie en plezier. Nu zitten we op een heel dun lijntje als het gaat over je werk. Want tot waar mag je werkgever dan zich bemoeien met jouw persoonlijke leven? Want het is natuurlijk waar dat als jij er thuis een rommeltje van maakt, of als je thuis problemen hebt waar je niks aan kan doen, misschien in je huwelijk met je kinderen, in de buurt, andere zaken, dan is het niet gek dat het team waar je in je werk functioneert daar ook last van heeft. En op die dunne lijn gaan we ons begeven, het komende blok. Hoe ga je nou passie en plezier met elkaar versterken? Dat doe je door te proberen. Er zijn allemaal weer wijze mensen die erover besloten hebben. Wat zou nou helpen, kunnen helpen om je werk met passie en plezier te doen? En daar is een menukaart uit samengesteld. Dat is geen all you can eat gratis menu, maar dat is een keuzemenu. En dat is voor iedereen verschillend, want voor iedereen geldt iets verschillends. Naast die menukaart zijn er ook nog twee speciale themaweken. Een themaweek vitaliteit en een themaweek week van waardering. Vitaliteit begint met beweging, kan je zien. Of vitaliteit begint met dat je lekker in je lijf zit. Dus wat we hebben gedaan is, ik ben van het weekend een stukje gaan rijden. En ik heb deze voetbaltafel voor jullie gekocht. We hebben toestemming gekregen van Bouw in Nederland om dat te plaatsen in het gebouw. En dat is best wel bijzonder. Want een van de eerste gedachten die wij ook zelf hadden, wat zullen de leden daar wel niet van denken? Betalen wij dit soort dingen? Zitten ze in onze tijd dan voetbal te spelen? Ja, zeiden we. En dan met onze directie. Dat mogen ze best wel zien. Want een moderne werkgever denkt aan. Als we kijken naar ons partnerschap met ING, je loopt die eerste verdieping nou op, dan zie je een gamecomputer staan, dus die komt ook nog. We gaan iets doen met het lichamelijke ontspanning, dus stoelmassages. Dan kan je kiezen. Er is heel veel enthousiasme geweest voor het hardlopen. Ook daar gaan we mee. Er is ook bijvoorbeeld, we gaan iets doen met hoe zit je dan achter het bureau en wat voor effect heeft dat op. Nou, een aantal van die plaatjes, je gaat ze allemaal meemaken de komende tijd. Ik ga dat niet helemaal uitvissen, maar op die manier willen we gaan proberen. De week van de waardering. En wat gaan we dan doen? We gaan dat eens expliciet maken. En iedereen krijgt post-its met de vraag om daar iedereen echt complimenten te gaan geven. Bedankjes. Het kan van alles zijn, maar ik roep jullie wel op om daar aan mee te doen. Want het is gewoon leuk om aan het eind van de week gelouterd naar huis te gaan. Heel veel mensen denken dat het slim is om twee dingen tegelijk te doen. Bijvoorbeeld een WhatsApper en een auto rijden. Ik weet niet of jullie dat wel eens zien gebeuren, hè, om je heen, dat iemand dat doet. Maar wat zie je dan? Dat iemand helemaal niet kan. Het brein kan helemaal geen twee dingen tegelijk. Maar die neuroleiderschap is geen model, want het is zoals het is. Want het brein werkt gewoon op een bepaalde manier en het werkt net zo bij jou als bij mij en net zo bij jou als bij mij. En iemand die een geel brein heeft, of een rood brein heeft, denken jullie dat dat dan verschillend werkt, basis gezien? Nee, het werkt precies hetzelfde. Dus ga je uitleggen hoe dus bij iedereen het brein werkt en bij iedereen passie en bij iedereen plezier werkt. Of richt je aandacht juist op de teleurstelling of de dingen die niet zo gebeuren? Of richt je aandacht op het verleden in plaats van op de toekomst? Weet je? En het is belangrijk om ons heel erg te realiseren dat dit echt een cruciaal onderdeel is van het hele neuroleiderschap. En ook cruciaal is in het onderdeel passie en plezier. Ik denk dat als jullie allemaal wat net een beetje meer van het brein weten, dat je iets effectiever bent, iets gelukkiger, iets meer plezier, iets meer passie, omdat je daar zelf veel meer invloed op hebt dan we eigenlijk denken. En dat we heel veel dingen aandacht geven, maar relatief weinig aan dit onderwerp. En dan heb je negatieve emoties en positieve emoties. Hè? Een negatieve emotie is bijvoorbeeld woede en angst en een positieve emotie is plezier. En het blijkt dat het deel wat ons in beweging wil krijgen, die positieve emoties, dat we daar best veel invloed op kunnen hebben. Zeg ik, het roodste deel van het brein wordt heel veel invloed door het rode en het geel. Dus wat in dat groene en het menselijk brein gebeurt, dat wordt eigenlijk vooral bepaald als je niet uitkijkt door het rode en het gele. Niet uitkijkt, dat is zo. Dus als je kan zorgen dat het gele wat meer in de plezierstand komt, dan gaat automatisch dat denken en je intellect en leergeheugen ook wat meer in die stand. Dan zit je juist, ben je heel erg bezig om juist vanuit je boosheid en vanuit je irritatie en vanuit je teleurstelling te voeden. En het is ook heel goed zo om in dat hele project van passie en plezier, om daar ook veel aan te besteden, dat je ook kan zorgen dat mensen meer in de mindset zitten dat je goed voelt, dat ze in de mindset dat je niet goed voelt. De gezond eten, noten zouden goed zijn. Er zit een soort stofje in waar het goed is. En heel goed kou is ook heel goed, dus dat is ook gewoon heel belangrijk om ons te realiseren. En als derde is het ook nog zo dat noten je bloedsuikerspiegel heel erg neutraal haalt. Nou, voldoende slapen, voldoende water drinken mag helder zijn. Okay, dus die voorkant, de prefrontale cortex, wordt ook werkgeheugen genoemd. Hoe kan je dat dan slim gebruiken? Allereerst stoppen met multitasken. Multitasken betekent, bestaat eigenlijk niet, als je toch zou bedoelen, betekent dat je complexe taken tegelijkertijd, dat doe je niet, maar je wisselt heel snel af.
Het is een enorm uitputtend onderdeel van het brein. Het is gewoon een dutje overdag van niet langer dan 20 minuten. En waarom heet het een sleuteldutje? En een sleuteldutje, je hebt een sleutel in je hand. En op het moment dat je in slaap valt, dan valt die op de grond en dan word je wakker en dat is genoeg. Echt een fittere prefrontale cortex. Een fitter opperbrein, waardoor je beter functioneert. Waardoor je lekker in je vel zit, waardoor je meer presteren, meer passie. Korte lange pauzes houden, hè? Dus, en ook lunchpauzes, ik weet niet of die erbij is. En mensen die dus dit goed doen, die zijn vroeger naar huis. Hè? En die hebben meer voor elkaar dan mensen die het niet doen. De complexe taak als je uitgerust bent, nou helder zijn hè. De meeste mensen zijn 's ochtends uitgerust, dus als je dan iets ingewikkelds hebt, wat je altijd uitstelt, is dat slimmer om in de ochtend te doen. Organiseer e-mailtijd. Wat mij heel vaak opvalt, dat zal ook bij jullie niet zo zijn, dat als jullie allemaal hier niet multitasken, zullen jullie het ook allemaal niet doen, maar bij heel veel andere bedrijven wel, is het zo dat mensen e-mail gewoon even tussendoor doen. En dat is heel funest voor het brein. Je moet even e-mailtijd regelen. Je hebt 2 keer per dag gewoon even e-mailtijd regelen. Dat is het moment dat ik mijn e-mails doe, want het is een heel belangrijk communicatieonderdeel. En dat is niet slim om dat tussendoor te doen. Want eigenlijk ben je dan de hele tijd aan het multitasken en ben je het heel erg aan het uitputten. Terwijl als je het even op de juiste mensen organiseert, je veel minder uitgeput brein hebt.